Dit is nog steeds les 2 en dit is de tweede technische illustratie die we gaan maken. Omdat het een belangrijk onderdeel is, laat ik jullie twee verschillende manieren zien. Dit keer gaan we de technische tekening als illustratie maken. Gaan we even naar deze verzamelpagina, selecteren met het zwarte pijltje de technische tekening, zeggen we Ctrl-C, zeggen we nieuw, zeg ik hier technische illustratie. 2. Liggende formaat is goed en A4 is prima. Weer een leeg vel. Ctrl-V en dan zie je hem hier staan. Ga ik hem weer eventjes vergroten. Shift ingedrukt en vergroten. Wil ik hem nog groter, ga ik even inzoomen. We gaan ons concentreren op de doorsnede van dit product. Dan pakken we een pen tool en dan gaan we deze vorm wederom overtrekken. Veel van de acties die je in Illustrator zal doen, zullen bestaan uit overtrekken van een figuur. Daarvoor volgen we helemaal zo de vorm. Nu ga ik jullie een trucje laten zien. Daarvoor ga ik even uit deze vorm. Jullie zien hier dat ik nu een paar punten heb neergezet. En deze punten die zijn niet recht. Die hoeken zijn niet recht. Dat zie je ook in de normale figuur. Zie je dat ze niet recht zijn. Kijk maar, ik hou hem even opzij. Dan zie je dat hij niet recht is. Ik wil eigenlijk ook die ronde hoeken het liefst. Nou heeft Illustrator CC daar een heel handig tooltje voor. En dat is als je op de witte manipulatiepijl eigenlijk drukt, het selectie Direct Selection Tool, dan zie je dat hier rondjes komen te staan. En dat betekent dat je hier dus zelf ronde hoeken kan gaan maken. Nou, het doet een beetje een voorspelling, dus dan zal hij ze allemaal meenemen. Dat is ook het lastige. Je kan ze ook per stuk aanpassen. Dus dan kan je even zo aantrekken en dan zie je dat je ronde hoeken hebt. Nu heeft niet iedereen Illustrator CC. Dus er is ook een ouderwetse manier om het wel te doen. Ga ik even voor terug naar het rechte figuurtje. Hier zie je dat de rechte hoeken weer zijn. Waar je dan ook zou kunnen kijken is bij eerst weer even selecteren hè, wat je wil gaan doen. Dan effect. Dan ga je bij stylish kijken. En dan zeg je rounded corners. Dan kan je hier het aantal millimeters inzetten wat je wil. Klik even preview aan, want dan kan je ook zien wat er gebeurt. Hè? Je kan ook halve millimeters erin zetten. Dus 0,5. Dan zie je ook dat, dat het minder is. Dan zeg je oké. Okay. En dan heb je ook ronde hoeken. Dus dat is ook als je bijvoorbeeld met CSS werkt. Nou is wel het lastige aan dit figuur dat je ziet dat ze niet overal even groot zijn. En sommige hebben helemaal geen ronde hoeken. Die zitten gewoon scherp. Dat zal toch betekenen dat je het deels wel met de hand zult moeten doen. Je ziet ook dat het soms ook wat grotere hoeken zijn dan anders. Dus waar je het slim kan doen, moet je het zeker niet laten. Maar het zal misschien niet helemaal lukken. Ik begin eventjes met de grove vorm overtrekken. Ik kan dit doortrekken, daar kan ik voor kiezen. Ik kan er ook voor kiezen om deze hele vorm te volgen. Ik wil hem eigenlijk doortrekken, want dat is makkelijker. Nu even Ctrl-Z, dan zit ik weer op het punt waar ik pas begonnen. En dan knip ik hem verder. En zo, als ik hem weer ingedrukt houd, dan kan ik weer een bochtje maken. Oh. Ik ga hem even overnieuw maken. Gewoon Ctrl-Z als het eventjes verkeerd gaat. En dan gaan we zo verder. Je ziet dat hij af en toe weer probeert te voorspellen wat jij wil gaan doen. Als die voorspelling goed is, moet je het zeker niet laten. En anders moet je hem even terugklikken. En zo gaan we heel die vorm af. Nou, hier zie je dat het nu ingewikkeld wordt als ik dan de vulling aan laat staan. Dus ik ga even de vulling uitzetten. En dat doe ik hier. Nou, hier zie je inderdaad dat er een aantal hoeken zijn die toch wat groter zijn dan de kleintjes. Ik neem vooral even de grote hoeken mee. En dan ga ik die kleintjes later oplossen. De vraag is ook altijd of dat
al het nodig is. Hè. Je kunt ook daar zelf een aanpassing in doen. Als dat niet belangrijk is voor wat je wil vertellen, kun je ook overwegen om het gewoon niet te doen. Dat is altijd een beetje de vraag. Nou, zie je dat ik eigenlijk de grote vorm helemaal heb overgetrokken. Nou, dan, omdat ik CC heb, ga ik dan toch eventjes kijken of ik die hoeken kan krijgen. Moet ik er even eerst naast klikken. En dan zie ik dat het rondje tevoorschijn komt. Niet meteen. Het is een nieuwe tool. Moet ik ook altijd even aanwennen. Bij elke versie heb je dat weer. Nu zie je iedere keer dat als ik hem zo apart aanklik, dat ik ze ook apart kan vervangen. Heel handig. En als je nog een andere versie hebt, dan zul je het even iets meer met de hand moeten doen, helaas. Dus je moet echt op het ankerpunt klikken, wil je hem recht krijgen. Nou, hier zie je dat ik trouwens een foutje heb gemaakt. Hè? Ik heb hem niet helemaal netjes recht. Dus kan ik hem nog even recht maken. Nou, is dat soms heel lastig als je niet ver genoeg ingezoomd bent. Dus zoom zo nodig even in en uit om hem goed in beeld te krijgen. Even ernaast klikken om te zorgen dat dat stipje wat ik aan wil klikken ook wit van binnen is. Dat betekent dat ik hem kan vervangen. En dan kan je zo aan de lijn zien of die recht zit. Nou, nu zit die recht. En dan kan ik weer een afronding maken. Nou, hier zie ik dat die ook niet helemaal netjes zit. Dus die kan ik ook nog ietsjes netter maken, hè. Dat betekent wel soms dat hij een beetje doorwerkt en dat ik meerdere dingen moet aanpassen. Ga ook niet te veel pielen, want dat is het soms ook gewoon helemaal niet waard. Even kijken, waar hebben we nog meer ronde hoeken? Hier hebben we nog een ronde hoek zitten. Dus op het ankerpunt klikken, dan kan je hem aanpassen. Dan komt dat rondje tevoorschijn. Nou, hebben we hem eigenlijk wel gedaan, hè? Dan zie je hier eigenlijk hele grote soort van pennen. Die kun je vrij makkelijk maken, want het ziet er naar uit dat dat in het echt rond is. Maar in een doorsnede ziet dat er gewoon vierkant uit. Dus dat is heel mooi. Dan kan je gewoon een rectangle tool gebruiken. En dan klik je hier en dan is het een vierkant. Nou, ik laat even de vulling voor wat het is. Komen we later bij. En zo kan je al die zogenaamde pennen overtrekken. Alsof het rond is. Nou, hier kies ik ervoor om hem ook gewoon helemaal door te laten lopen. Kan je straks laten zien dat dat toch wel goed komt. Nou, er zitten ook allemaal ronde hoekjes hier aan, maar dat kunnen we dan weer op dezelfde manier oplossen. Nou, wat je dan ziet is dat je eigenlijk al die pennen al hebt nagemaakt. Oh, vergeet er nog eentje. Hier zit er ook nog een. Gewoon erop gaan staan en slepen. Nou, dan zie ik dat ik ook hier zitten weer ronde hoeken in die ik kan aanpassen. Heel handig. Dat op die manier ook weer doen. Deze had ik ook natuurlijk kunnen kopiëren, aangezien ze denk ik exact hetzelfde zijn. Maar we doen het nu gewoon even zo. Nou, hier zie je dat hij toch vierkant blijft. Dan moet ik weer op het hoekpunt gaan staan en dan kan ik hem echt rond maken. Je ziet tot waar die kan, dus je zal het een beetje moeten aanpassen. Als je het niet goed kan zien, zoom altijd even in, hè. Nou, ik laat hem nu even voor wat het is, dat het anders te veel gepiel wordt en we beperkte tijd hebben. Hier zit ook nog een rond ding aan, hè. Dus dan wil ik die tot de helft
Dan klik ik de andere. Dan zeg ik tot aan die helft. Nou, dan is hij toch eigenlijk nog wat klein, hè, want hij steekt verder uit. Nou, dan kan ik die gewoon heel makkelijk aanpassen. Nou heb ik eigenlijk heel die, die pennen nagemaakt. En dan kunnen we ze ook een kleurtje gaan geven. Hè. Dan wordt het al langzaam duidelijk wat we willen gaan doen. Ik ga er wat grijze kleurtjes gebruiken. Dat is toch wel gewoonlijk voor dit soort werk. Je kunt natuurlijk ook allemaal kleurtjes gebruiken. Zeker als je zegt van ik wil de nadruk hierop leggen. Ik zou zeggen pik een kleurtje dat eruit springt. Bijvoorbeeld rood. En dan kan je ook hiermee een verhaal vertellen door hem bijvoorbeeld rood te maken. Toch weer eventjes naar de grijstinten. Zo. Nou, wat je ziet is dat deze nu eigenlijk netjes zich opvullen en ervoor komen. Het kan ook zijn dat deze naar de voorkant komt. Nou, dan is er niks aan de hand. Dan klik je gewoon deze twee balkjes aan en dan zeg je arrange en dan zeg je bring to the front en dan zie je dat ze naar voren komen. Nou hebben we hier eigenlijk ook nog een soort van balkje, die maken we ook rond. Ik laat die ronde hoekjes even voor wat het is. Jullie begrijpen dat als je dat wil, dan moet je dat er zeker in maken. Wat kunnen we nog meer doen? Nou, misschien dat dit ook nog wel belangrijk is. Dan zie je inderdaad dat ik hem er nu overheen teken en ik wil dat dit daarvoor komt. Er zit nog wat achter, hè. Maar is dit altijd even lastig, want als ik hier op klik en dit probeer te selecteren, dan selecteer ik eigenlijk alles omdat er een grote pagina achter zit. Wat dan goed is om even uit te zoomen en dan hem te pakken, dan zie je hem dat hij er tevoorschijn komt. En dan deselecteren wat je niet nodig hebt. Dus ik heb niet de grote omvorm nodig en de tekening. En ik heb ook niet dat vierkant nodig, want die moet juist naar achteren. En dan klik ik op wat ik wel nodig heb en zeg ik arrange, bring to the front. En dan zie je dat die daarvoor komt. Deze breng ik ook naar voren. Nou, dus helemaal heel, je kan heel veel eigenlijk voor elkaar krijgen door gewoon te zeggen naar voren, naar achter. En wat ik dan ook wil doen. Dan kunnen we de grote vorm eigenlijk ook een kleurtje gaan geven, hè. Je kunt hem ook, echt kleuriger gaan maken. Bijvoorbeeld zo. En dan zie je eigenlijk dat er zo langzamerhand een technische illustratie komt ontstaan. Nou, stel je voor dat dit is alles wat we nodig hebben. Dan kan ik gewoon zeggen delete. En dan heb ik eigenlijk een heel mooi clean figuurtje om van alles bij te doen. Stel je voor dat ik nu wil zeggen van ja, dit onderdeel heeft toch wel echt een functie. Dan kan ik bijvoorbeeld een lijntje trekken. Maar wat ook wel interessant is, is om daar tekst bij te zetten. Kun je met de teksttool gewoon typen. En klik je ernaast en dan zeg je bla bla bla. Ik moet wel goed schrijven natuurlijk. En dan heb je iets gezegd over wat daar gebeurt. Je kunt hier inderdaad ook weer met vergrootglazen werken. Hè, door te zeggen bijvoorbeeld iets wat hier plaatsvindt. Dan zeggen we even vulling uit lijn aan. Ik ga bijvoorbeeld dit aangeven dat ik hier iets wil zeggen. Wat ook nog wel een leuke functie is, is hier. Dan moet je naar strook gaan. En dan kan je hier zeggen bijvoorbeeld dashed line. Dat betekent dat je een stippellijn gaat maken. En dan kan je hier ook zeggen hoe die stippellijn eruit moet zien. Dus stel je voor dat ik zeg 5 om 5 punten. Dan zie je dat er kleine streepjes ontstaan. Nou, bijvoorbeeld deze cirkel zou ik dan weer kunnen verwijzen naar een ander detail. Dus dan maak je weer een lijn.
Die maak ik vast aan die cirkel. En dan zou ik bijvoorbeeld hier de uitvergroting kunnen maken. We hebben natuurlijk geen dashed line voor nodig. Zet ik weer uit. Dan zeg je, ik wil hier wat vertellen over wat daar in het klein gebeurt. En zo zie je dat je eigenlijk heel netjes en clean een technische illustratie kan maken. Van technische tekening naar technische illustratie.